Hallo allemaal, leuk dat jullie weer kijken. Wij gaan vandaag de boel aflakken en wel met deze combi keelverbak. Mijn naam is Victor, achter de camera staat Niels. Want hoe werkt het nou precies? Als jij tijdens het rijden kun jij dat bord kun je naar voren en naar achteren schuiven. Ja. En dat doe jij met die joystick? Met de joystick, ja. Als ik het naar achter doe, dan trek ik naar vanzelfsprekend. Trek ik de bodem eronder vandaan. Ja. Als dan grond in de pakken, dan valt het eruit. Ja. En als ik nu weer naar voren doe, dan touw ik de bodem eronder. Kijk. In de doodse pak heb ik natuurlijk geen schuifbodem. Dit mijn bord die ik eruit duw. Zodat je deze bodem eronder vandaan kan trekken en bekijken. Kun je dus, of dat je het eronder kunt douwen, kun je dus de grond oppakken. En als je er weer onder vandaan kan trekken. Dan valt het eruit, zeg maar. Want slepen kost veel energie. Ja, en dragen is lichter dan slepen. Ja. Heel veel bord heb je samen met Bos ontwikkeld? Ja, ik heb het samen aan tekenen. Daar is dit uitgekomen. Ja. De keelvoet stond in principe al natuurlijk. Het was alleen nou nog even kunst, hoe ga je zo'n bodem knutselen. Ja. Waarom hebben jullie gekozen voor rupsen in plaats van wielen? Nou, maar gewoon waar het wiel trekt en stopt, dan gaat het rups trekken verder. Dat, ja. Dat is echt zo. Je brengt de PK gewoon veel leuker over op de top. Dat is misschien niet eens de beste reden, maar dat brengt een stukje comfort met z'n paaien. Twee lasers op de keelverbak zitten. Waarom eigenlijk twee stuks? Dus die zijn aan elkaar gekoppeld. Twee lasers. Dat is één voor de hoogte, vijf. Ja, één voor de hoogte en één voor de vlakstellen. Ja. Je hebt ook zo'n scherm daarin hangen. Wat kun je daar zoal op zien? Dit is onze hoogtekaart. De hoogte van de mast die hij geeft, vullen we hierin. Ja. Dan rekent hij alles uit, of gemiddeld dus. En aan de hand daarvan kun je zeggen, oké, nou, hier zit de grond. Hier zit het bultje, hier zit het gaatje. Okay. Vond je ook een hartstikke leuke video? Geef me even een dikke duim in de reactie hieronder. Vergeet van niet te abonneren op het YouTube kanaal aritrader.tv. Ik zeg tot voor week. Dat is eigenlijk een soort van 3D GPS, alleen al gewoon zelf gemaakt. Precies, ja, de goedkope variant. De goedkope variant van geen 3D GPS. Ja.